Maar ja, dan heb ik diezelfde wethouder die weet dat de portemonnee leeg is. Die komt dan met een plan voor het parkeerterrein van Terspekke. Ja. En dan moet het allemaal super deluxe en tonnen extra. Dan denk je van, ja, dat is ook een beetje tegenstrijdig. Nou, hoe kan dat dan? Miljoenen extra. Miljoenen extra. Ja. Dus, en dan was de commissie was eigenlijk nog relatief goedmoedig, zal ik maar zeggen. Want na een presentatie van een ambtenaar die niet op alle vragen een antwoord had. Het waren ook wel ingewikkelde vragen. Dat was enorm. Want het ging om een parkeerterrein. Guus Mesman van de PvdA zegt, hallo, we hebben het over een parkeerterrein. Ja. Waarom moeten er daar dan extra tonnen tegen aangesmeten worden? Kijk, waarom moeten er extra tonnen tegen aangesmeten? Kijk, er ligt echt een plan met een aantal keuzes voor dat parkeerterrein. En de doorgaande weg die er doorheen loopt. In Lisse is het eigenlijk zo. Die hebt aan de ene kant van de doorgaande Spekkelaan is dat. Heb je de honkbal, tennis, atletiekvereniging, hockeyvereniging. En aan de andere kant ligt de voetbal. Bij die voetbal ligt het parkeerterrein. Nou, dat moet een beetje met elkaar worden verbonden. En de voetbal krijgt een nieuw complex. Daar wordt flink in geïnvesteerd. Er is geld om daar dat parkeerterrein op te knappen. En op het moment dat je dat doet, dan moet je natuurlijk afvragen, pakken we dan door, pakken we wat extra's mee? En dat betekent, die vraagstellende is dus ook, wil je daarvoor de portemonnee extra trekken? Van een aantal dingen zijn we het al vrij snel over eens dat ook die inrichting van die weg anders, beter en veiliger kan. En dat dit is dan natuurlijk wel het moment om dat ook te doen. En daar wordt nog wel met gemengde gevoelens naar gekeken binnen de gemeenteraad. Binnen eigenlijk, ik denk bijna heel veel partijen, want inderdaad, het gaat weer gelijk om een miljoen extra wat er nodig is om dat dus extra mooi te maken. Aan de andere kant zijn natuurlijk geluiden, jongens, dat ding gaat 40 jaar mee, hè? Dat vorige parkeerterrein is zo lang geleden. Dus als je het nu niet doet, dan kan je er ook weer 40 jaar spijt van hebben. Ja. En ja, de financiering van die aanpassingen in het meest luxe, dus in de meest vergaande aanpassingen, dat brengt kapitaallast. Dus kost elk jaar, laten we zeggen, ongeveer €28.000 jaarlijks. En dat is heel veel geld. Aan de andere kant, op een begroting van 36 miljoen is dat natuurlijk ook niet een gigantisch aandeel in de begroting, uw partijgenoot Ruigrok, die zat in de commissie, die liet niet het achterste van zijn tong zien. Met name aan de financiële kant had hij nog wel wat vragen. Dus hij hield nog even de mening van de partij voor zich. Het is een collegepartij die zijn mening voor zich houdt. Dat maak je ook niet elke dag mee, zou ik maar zeggen. Dus twijfelt Nieuw Lisse dan ook aan, want er zijn drie varianten, even voor de duidelijkheid. De eerste variant past binnen de begroting. En die andere twee varianten, daar moet geld bij. Met een aansluiting op de Spekkelaan. Twijfelt Nieuw Lisse over de oplossingen, de keuzes? Nieuw Lisse twijfelt. Laten we op de eerste plaats zeggen dat we vooral geschrokken zijn van wat het kost. De meeste kosten worden overigens gewoon gedekt, hè, want die zitten gewoon al begroot in wegonderhoud, verbeteringen enzovoort enzovoort. Probleem wat je ook een beetje ziet terugkomen in zo'n plan, of juist geen probleem, er is eigenlijk geen probleem. Wij hebben als raad bijvoorbeeld klimaatadaptatie aangenomen. Wij hebben als raad meer groen aangenomen. Dat zie je dus verwerkt in zo'n plan. Dat kost gewoon geld. Er zitten alleen, en daar doelde u net ook al op, er zitten nogal wat losse eindjes in. Er zijn verschillende vragen gesteld van, nou, hoe zit het dan als we het zo doen? En hoe zit het als we het zo doen? Nou, daar hebben we nog geen antwoorden op gehad. Dus wij hebben nog wel wat vragen die eigenlijk beantwoord zouden moeten worden voordat we er een klap op zouden geven. Maar een parkeerterrein, dus, mooi of lelijk of standaard, dat is een keuze. Maar verkeersveiligheid is geen keuze. Dat moet toch gewoon zeker zijn? Jawel, verkeersveiligheid staat voorop. Maar je kan natuurlijk nog wel, ook bij die verkeersveiligheid zijn er wel een paar vragen gesteld natuurlijk. Lopen die paardjes op de juiste manier? Moeten we die straat doodlopend maken? Moeten we eenrichtingsverkeer maken? Die kis- en rijdplek die we hebben bij de hockey, moet die nou wel of niet? Is allemaal nog niet beantwoord. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, het zou er zo uit kunnen komen dat wij zeggen in de raad van, hou het nog eens aan en kom eerst eens met die antwoorden. Ja. Dus bij de VVD ook nog te veel losse eindjes om er een klap op te geven? Want er is wel een beetje haast mee, want die nieuwbouw van Lisse gaat natuurlijk als een tierenlier. We gaan het er donderdag, dan is de raadsvergadering en dan gaan we het er met elkaar over hebben. Ja, maar zegt de VVD te veel losse eindjes of zijn jullie er al uit?
Dan ga je natuurlijk nu iets meer inzoomen op het plan. Ik weet niet of iedereen dat thuis helemaal kan volgen. Maar het gaat dus inderdaad om een parkeerterrein. Wat sowieso moet gaan gebeuren, punt. Je hebt een aantal aanpassingen aan de weg. En dan krijg je zo nog eens een keer looppaden en aansluitingen van dat parkeerterrein op die weg. Nou, daar staat bijvoorbeeld een loopverbindingspad getekend. Maar ook een onderdoorgang door een tunnel die dan vervolgens moet worden aangepast. Dus die tunnel zou dan breder moeten worden. Het beroemde tunneltje waar de wielrenners overheen rijden. Precies, ja, precies, dat tunneltje. Nou, dat gevoelsmatig zeggen wij, dat is, lijkt ons een beetje dubbelop. Mesmans sneed dat ook al aan. Daar willen we echt met elkaar over discussiëren. Kijken of daar nog wat besparingsmogelijkheden zijn. En we willen ook die discussie aangaan en ons niet helemaal van tevoren uitspreken. Maar op dit moment neigt de VVD ernaar van, nou jongens, als we nou toch doen, dan maar die hele ding doorslikken en zeggen van, we gaan voor de optie waarbij we het dan in één keer goed doen. Oké, maar er zitten heel veel details in. Uw partijgenoot zei van, die camperplekken, waar zijn die nou gebleven? Nou, die camperplekken, daar gaan we het nog wel echt eventjes over hebben. Ja, maar wat ik dan wel vind, dat je ook van, en dat was natuurlijk die vraag, stelde de VVD zich ook af. Want die losse eindjes, er zijn dus nog veel vragen. En straks in de raad heb je 3 keuzes, A, B of C. Dat is het voorstel. Ja. Dus moet je dan zeggen, nee, ik neem het voorstel aan. En dan hoor ik wel wat er van die losse eindjes komt. Of zeg je, nee, ik wil eerst antwoord op die losse eindjes. En dan neem ik het aan. Okay. Dat hoeft geen... Dat parkeertrein aan zich, dat kan je eerder ja op zeggen. Als op de rest van de uitvoering. Dus daar zou je iets meer tijd voor kunnen hebben. Ja, duidelijk. Al snap ik dat het mooiste is als je dat in één keer uitvoert. Dat is altijd beter, is altijd waarschijnlijk goedkoper. Maar dat zou een optie inderdaad kunnen zijn. Een soort fasering eigenlijk. Ja, een fasering. In ieder geval dat je wel antwoord krijgt op die losse eentjes. Ja.